is een mooi moment dat de Heerenveen-fans je toezingen. Dus dan wil je ze bedanken. Ook alle steun die je eigenlijk de hele wedstrijd doorhoort. Is eigenlijk wel een mooi moment om dat toch even te vieren met z'n allen. En ja, er was een mooie jongen die er ook bij was, Hidde. Dus daar hebben we ook wel even mijn feest gevierd. Dat was wel een hele mooie sfeer. Als wij daar een deel van uit kunnen maken, dat we voor hun natuurlijk een fantastische dag kunnen maken, ja, dan is dat voor ons alleen maar mooi meegenomen. En ja, ook voor ons om dat te doen is echt wel een trots gevoel. En ja, je ziet ze zo genieten en het is voor hun echt een belevenis. En ja, dat vinden wij ook wel echt mooi om te zien. Ja. Ook daarna nog de foto in de kleedkamer, nog helemaal de kleedkamer in. Was ook wel iets moois volgens mij. Ja, zeker. Nou, we gingen het eigenlijk vieren totdat hij eigenlijk weer naar huis moest. En ja, die mocht met ons mee de kleedkamer in een foto gemaakt. Kreeg nog de bosbloemen van mij mee naar huis die ik had gekregen. En nog een balletje. En een shirt natuurlijk. Dus ja, dat was wel denk ik een hele mooie middag. Voor jou persoonlijk ook man of the match. Moet jij niet heel veel ruimte maken voor al die bokaals die je nu meekrijgt? Ja, ik verbaas me dat ik hem elke keer mag houden. Nee, het is leuk. Ja, ik denk ook dat als spits en je scoort, dat je dan al gauw natuurlijk een man of the match kan zijn, maar nee, ik ben gewoon blij dat ik belangrijker zijn voor het team en dat is natuurlijk een extra waardering dat je de man of the match bent, dus ja, staan we wel mooi thuis. Wordt er in het huis een mooi plekje voor ze gereserveerd? Ja, zeker. Ja, nou, ja, er staan er nu denk ik 4, dus op zich gaat het wel hard, maar ja, hopelijk komen er nog meer bij. Van Amersfoort, nu is het wel raak, nu is het wel 2-0. Ik vond het wel een fraaie, die 2-0. Ja, was een mooie. Ja, ik denk dat het eigenlijk de enige mogelijkheid die was is om door langs de keeper te chippen. Hij kwam al snel uit en nou, hij viel heerlijk binnen. Het was een koelbloedige spitsengoal, hè? Of, ja, dus, ik word wel spits nu, hè? Dus ja, dat is een spitsengoal, ja. En waar in het begin van het seizoen nog de naam gelegenheidsspits rondom hem hing, is dat nu verleden tijd? Ik merk wel dat ik daar steeds meer eigenlijk vanaf raak. Als je meer scoort, dan is het eigenlijk wel steeds minder van, oh, die doet het goed, het is gewoon een spits. En ik heb het ook in de jeugdhelft al veel gespeeld, dus ik weet ook dat ik dat kan. Ja, ik weet in de trainers in de nationale elftallen, die zeiden eigenlijk dat ik meer een spits was als een middenvelder. Toen die tijd, dus ja, of ik nou een spits ben of een middenvelder, ja, ik zie mezelf altijd als een 9,5. Ook als ik 10 sta, heb ik vaak die diepteloopacties, waardoor je eigenlijk voorbij de 9 komt. Dus eigenlijk die wisselwerking, denk ik dat ik dat nu ook wel aardig doe. En hoe? Want met 5-4 is de geboren Heemskerker helemaal los. En ook gezien de moyenne van het huidige seizoen kan Van Amersfoort tevreden zijn. Ja, met de beker dan, als we dat dan meerekenen, dan zit ik nu op 11. Dus met nog 10 wedstrijden te gaan. Ja, hoop ik daar wel. Doelstelling dat ik dan in de competitie dubbele cijfers haal, dat zou natuurlijk wel een mooie streven zijn. Ja, is dat jouw doel? Minimaal, ja. Ik denk nog 10 wedstrijden te gaan. Ik sta nu op 8 eredivisietreffers. Dus dubbele cijfers in de competitie zou natuurlijk gewoon wel mooi staan als spits van Heerenveen. Buiten de training om was er in de week een vrije dag ingepland. Voor Van Amersfoort het moment om even tot rust te komen in zijn geboorteplaats. Dinsdag zat bij mijn vader eten. Alle familie en neefjes en nichtjes zijn er dan. Dus dat is altijd wel leuk dat we elke dinsdag elkaar aan zien. En toevallig spelen we zondags vaak. En 2 dagen daarna zijn we vrij 1 dag. Dus dat zie ik de familie even, dus dat is ook wel heel lekker. En ja, af en toe blijf ik wel eens in Heerenveen en dan ga ik jagen. Dus dat is ook wel een mooi iets wat ik kan blijven doen hier in de buurt. Dus ja, in dat opzicht vermaak ik me wel. En is jouw broer die dan ook bij? Want dat is natuurlijk ook een voetballer. Ja, zeker. Nou, die heeft hier zelfs nog ook, voordat ik naar Heerenveen kwam, stage gelopen. In de tijd van Jurisic toen die tijd en Gouwleeuw. En toen heeft mijn broer ook stage gelopen, maar is het net niet gehaald. Het was toen de keuze volgens mij met mijn broer of Doken Schmid. En toen koos ik voor Doken Schmid. En een jaar later was ik aan de beurt en dat was wel raak. En dan Van Amersfoort. Ramai en dan Van Amersfoort. Nou ja. Die komt bij Van Amersfoort terecht en die maakt er 0-1 van. Dit kan en mag allemaal zomaar en dan is dit heel erg bekeken gedaan door Van Amersfoort. Van Amersfoort, nu is het wel raak. En mede dankzij een aantal fraaie doelpunten van onze spits heeft Heerenveen zich teruggevochten in het linkerrijtje. En dan is de doelstelling ook direct duidelijk. Playoffs halen en winnen. Ja, halen is niet genoeg, denk ik. We gaan altijd voor de winst. Maar nee, ik denk dat Heerenveen de ambitie is en de club om altijd play-offs te halen en te winnen zou ook wel eens heel mooi zijn. Dat we een keer weer een Europese wedstrijd hier in het Appelenstra kunnen spelen. Dus de play-offs, dat moet aan het eind van het seizoen
te doen zijn. Want het ligt allemaal dicht bij elkaar. Ja, nee, in ieder geval is dat ons doel zeker. Ja, nee, ja, ik denk dat de afgelopen wedstrijden belangrijk waren. Of je aansluit bij de subtop of dat je eigenlijk in niemands land blijft hangen. Dus nee, die wedstrijden hebben we gewonnen, maar we zijn er nog lang niet. En de komende wedstrijden gaan nog heel belangrijk zijn. Dus ja, als we de doelstelling willen halen, dan moeten we de komende wedstrijden ook gas blijven geven. En het zijn er nog 10 te gaan. Dus ja, eigenlijk 10 finales en dan ja, kijken of we het doel kunnen halen.